Ladies and gentlemen, to present the Certificate of Diversity on stage, the President of the Unity is Strength Award Show Jury, Mr. Sean Leerdam, and the President of the Nomination Commission, Mr. Otto Esser. Good evening, ladies and gentlemen. Before I say anything and before I introduce myself, I'd like to say you all look wonderful. I've seen many wonderful dresses, so welcome tonight. Would you like to comment on that? Good evening, ladies and gentlemen. I also want to say welcome to everyone to Rotterdam, and a special welcome to Mr. Jesse Jackson and his wife, Mrs. Jackson. When I was a little boy, my parents gave me a lot. Not only love, but it also gave me the knowledge that there was one man in the United States of America that had a dream. When I became a grown man, there was a gentleman my age who said that he wanted to change the world. And he gave us hope. That is Barack Obama. When Barack Obama was chosen, and when he came out there, Jesse Jackson was standing there, and we all remembered those tears coming down his eyes. And we all wept with him. And that showed us that unity and the awards that are given out tonight are not only for one particular person or for one particular country, but especially for the Kingdom of the Netherlands. These awards are you. All of you have that within you to also carry it out within you. The ambassadors for this award show are you. And Rotterdam is the host, so Rotterdam, thank you for being the host of 5 years of this show. There is no award, prize, given out to any person in particular. The award is given to the Netherlands. De laatste jaren heeft Nederland veelbelovende stappen gezet om de aanpak van discriminatie te verbeteren. Een van de belangrijkste stappen is de wet gemeentelijke antidiscriminatie wetvoorzieningen. Niet alleen wordt hierdoor laagdrempeligheid gewaarborgd, maar ook worden meldingen van discriminatie zo centraal geregistreerd. Bovendien is deze aanpak in Europa vrijwel uniek. Ook in de strafrechtelijke aanpak van discriminatie zijn in 2008 belangrijke stappen gezet. In maart werd het startsein gegeven voor het regionaal discriminatieoverleg. Dit betekent een structurele samenwerking tussen politie, openbaar ministerie en regionale antidiscriminatiewetbureaus in heel Nederland. Meldingen van discriminatie in de regio worden verzameld en geregistreerd in een landelijk systeem. En last but not least heeft Nederland een belangrijke internationale voortrekkersrol in de strijd tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Nederland is een van de aanjagers van de lobby om de VN-resolutie over mensenrechten en het recht op gelijke behandeling ook te laten gelden voor homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen. Een land dat grote stappen zet om samen te komen tot een beter leefmilieu. Nederland.